Deze nieuwsuitzending die gaat dan weer over het feit dat ik al een hele tijd geen alcohol en wiet meer gebruik. Ook geen tabak meer. En ik ben nu 40 dagen droog. Ik heb verder niet zoveel bijzonders te melden hoor. Behalve dat het hartstikke lekker gaat. Ik heb vandaag weer meer opgeruimd. Iedere dag doe ik een beetje. Hè? Dus niet dat ik de hele dag bezig ben met opruimen. Zo groot is mijn flat nou ook weer niet. Zou ik veel te snel klaar zijn. Maar steeds een beetje. Dan weer even dit en dan weer even dat. Allemaal kleine dingetjes. Ik heb mijn kleren netjes in de kast gelegd. Dat heb ik gisteren gedaan. Dus mijn kledingkast ziet er nou heel netjes uit, overzichtelijk ook. En vandaag ben ik mijn spijkerbroeken gaan repareren met textiellijm. Een goede truc is dat. Ja, dankzij die moderne mode is het tegenwoordig niet meer raar dat je gaten in je spijkerbroek hebt. Maar ik wil niet dat er een huid zichtbaar is. Dus. Dan heb ik één spijkerbroek, die heb ik opgeofferd. Dan heb ik allemaal stukken uitgeknipt. En dan heb ik twee andere spijkerbroeken, heb ik de gaten daarmee gerepareerd. Ik was vandaag bij de HEMA om die textiellijm te kopen. Want ik had het gevraagd aan Wim, hè? Wim Kruidentuin. Kan jij dat niet even doen? Want Wim is heel handig met een naaimachine. En Wim zei, nee, daar heb ik geen zin in. Dan neem je maar lekker textiellijm hoor. Kan jij maar lekker plakken aan. Nou heeft hij gelijk. En hoewel hij er geen zin in heeft. Hij heeft het voor mij niet te doen. Lekker maar. Ja, dat is wel leuk. Een beetje knippen en dan plakken. Ja, die spijkerbroeken die kan ik weer aan binnenkort. Of binnenkort. Die kan ik morgen aan als ze helemaal droog zijn. Die lijm helemaal droog is. Dat gaat geen jaren, eeuwen mee of zo. Maar ik heb nu in ieder geval weer wat backup spijkerbroeken. En daar kan ik mee naar mijn werk. Ja, netjes genoeg hoor. Denk ik. Ja, ik aim toch. Aim, Engelsen. Ik mik. Op een baantje in de sociale sector. Voor mij wat als afwasser. Of vuilnisbak, buitenzetter. Of weet ik veel wat. En dan is het wel handig als ik een paar spijkerbroeken heb. Dan kan er eentje vies worden. En die knetter ik dan in de was. En dan trek ik weer een schone aan. Ik heb er nu eigenlijk maar twee. En die, ja, die zijn allebei kwaliteit Primark. Niet echt geweldig. Qua slijtage toestanden. En die spijkerbroeken die ik nou gerepareerd heb. Oh, was ik bij de HEMA en toen bleek dat ze daar toch potten met latex hadden. Ik dacht even dat ze daarmee gestopt waren. En dat was niet zo. Balen zeg. Die waren maar 9 euro voor zo'n pot van 2,5 liter. En ik heb dan zo'n latex pot gekocht bij de officiële bouwhandel, klus, toestand, dinges. Dat was 28 euro kwijt. Ik denk, shit. Want ik zit nog steeds, ja, niet op zwart zaad, maar ik doe heel, heel, heel zuinig aan. Hè. En vandaag weer wat verkocht via Marktplaats. Mooi zo, dat leverde een tientje op. En van dat tientje ben ik mij te buiten gegaan op de markt. En ik heb een lekker stuk vis gekocht. Van die lekker bek. Een 3,50. En ook nog een kippenpoot. Zo'n gegrilde, gesmookte kippenpoot. Bij elkaar er ook 5,25. Maar ik vond dat het mocht hoor. Zo'n goede deal gemaakt.
toen naar de supermarkt geweest vanmiddag. En toen waren daar de soepjes in de aanbieding van die mie-soepjes. Oh, 25% korting. Hè? Dat moet ik hebben. Er waren dan van die soepjes, die kosten normaal gesproken 51 cent. En dan krijg ik 13 cent korting op. Dan denk ik, nou nee, nu gaan we lachen. Klopt toch, hè? Ja, 51 gedeeld door 4. Dus. Ja, 11 cent, 13 cent korting. Ja. Wat heb ik dan betaald? Ik heb geen bonnetje gevraagd, man. Dat was wel lekker goedkoop, man. 75 keer, dat is drie kwart keer, want ik heb 25% korting. En dan 51. Wat heb ik dan betaald? Ja, 38 cent. Voor een mie-soepje. Dat is wel heel goedkoop. Heb ik op de markt heb ik ook nog eieren gekocht. En ik dacht dat dat ook wel goedkoop was. Want het waren dan, hele grote eieren voor, wat is het? 2 euro of zoiets? 10 voor 2 euro, 20 cent een stuk. Maar ik heb die eieren van de Albert Heijn, die koop ik altijd. En die heb ik dadelijk voor 10 eieren 1,60 ongeveer. En ik hield dus even dat ei van de markt naast zo'n ei van de Albert Heijn. Ik denk, ja, dat ding was helemaal niet extra groot. Het was net zo groot als die van Albert Heijn. Ik stel het je oplichters. Op de markt. Dat doe ik ook niet meer. Maar bij een andere marktstand hadden ze 10 eieren voor 1,50. Dan denk ik, ja, dat is dan weer een dubbeltje goedkoper per ei dan de Appie Heijn. Zo'n soort hobby geworden. Ja. Ons benzunig. Oh ja, en dan ben ik ook nog, omdat ik toch in de stad was. Was er zo'n winkel, waar zo'n telefoondinges, waar ze ook reparaties doen naar je smartphone. Zo. En dan stond er, wij kopen ook gebruikte telefoons, kopen we in. Dus ik loop er even naar binnen. En zo'n buitenlander met zo'n vermoeide snor. Ik zei, ik heb een Nokia 1600. Dat is een heel eenvoudig dingetje. Zei, nemen jullie die ook in? Ja, zei hij, dat doen we ook. Zo. Zei, wat schuift dat dan? Maar zei die paar euro. Ja, oké. Okay. Ben ik nog voor teruggelopen? Want ik had hem op Marktplaats gezet, die Nokia 1600. Maar daar was dat geen hond op gereageerd. Maar daar ben ik nou vanaf. Heb ik daar achtergelaten. 5 euro. Yeah. Dus vandaag even 15 euro. Nou, niet verdiend, maar... Of eigenlijk wel, want ja, het zijn spullen waar ik niks meer aan heb, hoor. En die Leica-camera, die had ik misschien er wel meer voor kunnen beuren, maar... Die heb ik nog verkocht voor een tientje. Had ik misschien wel 20 voor kunnen krijgen. Want die ondersteunt dat RAW-format. Ja. Ik heb met die Leica gefotografeerd, jongen. Ongelooflijk. Dat is echt wel meer dan 10 jaar lang... Heeft hij elke dag zo'n beetje dienst gedaan. Er zitten allemaal slijtplekken zitten erop. En ja, hij doet het nog wel goed. En er zit een SD-kaart, heb ik er even in laten zitten. Goede accu. Ja. Maar voor mij was die helemaal over. Ik heb ook een tijdje terug een nieuwe gekocht. Een Lumix. En die heeft ook een hele mooie lens. Dus die fotografeert ook geweldig goed. Volgens mij ook een IMAR lens of zo. En er zit een goede filmfunctie in. En de filmfunctie op die Leica, dat was toch al niet optimaal. En de laatste keren dat ik het uitprobeerde, ging het helemaal niet goed. Zeg maar versleten, kapot of zo. Anyway, die Leica die heb ik toen gekocht voor 600 euro. Daar 10 jaar mee gedaan. Honderden foto's gemaakt. Zo niet meer dan 1000.
Oh, die mocht weg. Dat is klaar ermee. Nou, weer een tientje op gebeurd. Nog meer spulletjes heb ik vandaag ook nog gefotografeerd. Die ga ik zo dadelijk nog even op Marktplaats pleuren. Dat is wel lekker, hè? Want als je dan zo gestopt bent met het gezuup, dan heb je allemaal tijd en energie voor dat soort dingetjes. Ah, dit nog even doen. Oh, dat nog even doen. Ik had een beetje gemorst met kruimeltjes. En, die lagen dan op het laminaat. Nou, en ik heb zo'n kruimeldief. Denk nou, kruimeltjes, die moet je opzuigen met de kruimeldief. Nou, de kruimeldief even opgeladen. En ook al die kruimeltjes met de kruimeldief even gedivigeerd. Die kleine, simpele dingetjes. Oh, en ik heb een plantengieter gekocht. Nee, dat is handig. En een opbergdoosje van een euro. En daar bleek een barst in te zitten. En dan vraag ik me af of ik er morgen mee terug moet. Eigenlijk wel, hè. Ik heb geen bonnetje. Maar ze snappen denk ik wel dat ik hem daar gekocht heb. Maar aan de andere kant, het was maar een doosje van een euro. Dus. En dan wil je die mensen ook niet... Nou, zie ik morgen dan wel weer. En dan was ik daar en dan hadden ze de dekbed overtrekken in de aanbieding. Jeetje, wat goedkoop. 15 euro, twee persoons dekbed overtrek. Ja. Ja, moet je niet zeuren over het design. Maar die dekbed overtrekken die ik dus heb, nu nog dan. Ik heb er twee heb ik er nog. Ah, die zitten helemaal onder de brandgaatjes. De tijd dat ik nog stevig zat te suipen en dan lekker smoken. En, ja, hoppakee. Dan zat er weer iets te smeulen. Die dingen met die brandgaatjes, die kunnen pleiten binnenkort. Over een tijdje dan. Diegene die ik nu heb, die is eigenlijk van mijn dochter. Dus met starworst erop. Ja, die hou ik nog wel even. Ja, twee dekbed overtrekken, dat is toch echt genoeg, hè? Eentje om een dekbed overtrek. En eentje in de wasmachine. Dan ben je toch klaar. Dus we schuiven er mooi eentje door. En die andere die gaat wop in de vuilnisbakkerd. Klaar ermee. Nee, het is fijn. En het kost me er helemaal geen moeite. Dat is het punt. Helemaal niet. Dat is raar, vind ik. En komt het dan omdat ik gebeden heb... Dat ik gesmeekt heb om kracht. Zo. Is het dat? Weet ik veel. Zou kunnen. Zou mooi zijn als het zo was. Ja? Zou kunnen hoor. Ja. Maar ik werd dus 40 dagen geleden... Op een maandagochtend werd ik wakker. Wetende dat ik gestopt was met het drinken van alcohol. En het roken van wiet. Dat het klaar was. En dat vond ik wel wat. Dat ik, oh ja, leuk. Kijken hoe het is. Nou, en het is hartstikke leuk, moet ik zeggen. In mijn box beneden. Dat is ook een puinhoop wat er staat, man. Maar daar ben ik ook bezig geweest.
maar morgen weer even wat verder daarin. Er kan ook wat meuk aan dat pleiten, hoor. Wim Kruidentuin gebeld vandaag. Dat hij even langskwam met zijn bussie. Dan gaan we naar de stort. Er staat ook nog een oud matras van mijn dochter. En wat andere soepzooi. Allemaal pleiten, man. Waarom weg ermee? Wat moet je met die rommel? Ik vind het zo lekker, hè, dat je... Dat dingen die je niet meer nodig hebt... Dat je die opruimt. En dan ga je weer die ruimte binnen... en dan zie je hem voor het eerst dan helemaal ontdaan... van al die dingen die je toch niet nodig hebt. En dan geef je dan zo'n lekkere... gevoel. Het geeft je alleen maar positiviteit, dat wil ik maar zeggen. Dus je ruimt je woning op en je krijgt daarmee een opgeruimd gevoel van binnen ook. Het is alleen maar lekker. En je hebt er nog wat aan ook. Want ja, dus in mijn box, die staat nu helemaal vol met vuilniszakken. Allemaal spul wat ik al verzameld heb en wat weg kan. Moet ik even wachten tot dinsdag. Dinsdagavond mag het aan de weg. En afgelopen dinsdag heb ik al iets van 11 zakken aan de weg gezet. Hè? Nou, komende dinsdag weer 11 zakken. En dan komt waarschijnlijk woensdag of donderdag komt Wim. En dan gaan we naar de stortert. En dan donderdag komt de poen binnen. Ik krijg nog wat geld van een debiteur. En dan komt er nog wat binnen. Dat is een andere debiteur. En dan gaan we een robotje dingen ze met de Belastingdienst. Oh, en ik kreeg vandaag een bericht van de SOS... En een hele lieve vrouw. Een jong ding. Ja, een jong ding. Ja, voor in mijn ogen dan een jong ding. En die is dan bezig van haar kant om mij aan de baan te helpen. Want ze weet wat ik wil en ja. Ik doe alles netjes wat ze zegt. Kom wel goed. Gewoon een baantje. 24 uur, 32 uur in de week. Dus, me happy. Ja. Dan gaan we eens even nadenken over wat we vanuit die positie verder willen. Maar ja, het is natuurlijk niet mijn doel in mijn leven om vuilnisbakken te legen. Maar voor een tijdje is dat prima. Lekker een beetje lichamelijk werk. Onder de mensen zijn. 'S morgens op tijd op. Ja, niet dat ik nu niet opsta of zo. Ik word heel vroeg. Ja, ik word natuurlijk op tijd wakker. Ik ga ook niet meer zo idioot laat slapen. Wat je wel hebt als je alcohol drinkt en wiet rookt. Het is nu 10:30. Ja, ik ga al gapen. Zo. Ja, nu zeg ik het, dan moet ik gelijk gapen. Ik ga zo dadelijk heerlijk slapen. Ja. En dan morgen weer kijken wat er op Marktplaats staat, wat ik nog meer kan verkopen. Dan heb je ook zo'n beetje je menselijke contact, hoor. Ik had vandaag bij een marktplaats een heel raar contact met iemand. En die zat moeilijk te doen, man. Het betalen en toestanden en een of andere link. En dan kwam ik op een schermpje en dat leek op een schermpje van de Rabobank.
sprekend de kleurgebruik, een logootje en alles. En dan stond er zo'n invulvak. Vul hier uw pincode in voor uw mobiel bankieren. Ik denk, wat krijgen we nou? Volgens mij was dat niet helemaal kosher, zoals de Joden dat plachten te zeggen. Niet helemaal frips. En dan zag ik ook dat mijn stomme verbazing dat je bij Marktplaats niet zo heel makkelijk even kan rapporteren dat iets niet kosher is. Vond ik gek. Ja. Op Facebook kan je dat gelijk doen, hè? We rapporteren deze gebruiker wegens dingen als content of zo. Dat kan bij Marktplaats dus niet zomaar. Vind ik raar. Maar ja, ik heb er verder geen last van, toch? Jij toch ook niet? Gewoon niet op ingaan. Pincode voor mobiel bankieren, ja, ik heb hem niet. Punt. En het ging dan om betalen en dat heet gelijk oversteken. Dus hij moet dan betalen naar een rekening van Marktplaats. En ik moet dan het pakketje bij de dinges post NL of zo, hè, afgeven. En hij moet dan bevestigen dat hij het ontvangen heeft. En dat moet hij bevestigen aan Marktplaats. En dan stort Marktplaats dat geld door naar mijn rekening. En het kost dan wel... Dat kost dan geld ook trouwens. Raar gedoe vind ik dan. Maar ja, er zit wel wat in natuurlijk. Dat... Ja, iemand kan dan betalen en dan stuur ik helemaal niks. Maar ja, ze hebben toch mijn telefoonnummer en ze hebben mijn bankrekeningnummer. En ze weten toch wie ik ben en waar ik woon. Bij Marktplaats dan. Hè? Als ik de boel zou lopen flessen, dan hoeft die man die dan betaald heeft... Heet hij ook alweer iets van? Hendricks heette hij. Hendricks heeft dan betaald en niks gekregen van mij. Ja, dan moet hij dat even rapporteren aan Marktplaats. Probleem opgelost. En dan de politie bij mij aan de deur. En dan moet ik wegens oplichting naar de Bijlmer Baaiers. Oh nee, die is opgeheven. Naar een andere baaiers. Lekker hoor, dat je... Hoe zeg je? Dat komt volgens mij door het stoppen met die drank en dat roken en al die dingen. Je wordt er rustiger van. Maakt je allemaal niet zoveel meer uit. Jurk Liesman, die gaf mij nog een complimentje. Vandaag kreeg ik die binnen. Over een of andere... Oh, dat ging ook over een uitzending over... mijn alcohol- en wietgebruik. En dat was dan... dag 33 droog. Dus van een week geleden. Die zei, jouw uitzendingen zijn zoveel beter... nu je gestopt bent met die middelen. Dan denk ik, mooi zo. Ja. Zoals ik zei, ik heb er niet veel over te melden. Niet echt wereldschokkend. Het is meer dat je er leuk naar kan luisteren. Dat je luistert naar iemand die heel tevreden is. En helemaal niet rijk is... Mijn bankrekening, ja, er staat nu genoeg op voor de volkshuisvesting toestand. Ja. Elektriciteitsrekening is betaald en de waterrekening heb ik betaald. En... Gemeentebelasting is betaald. En... Ze moeten nou even hun mond houden hoor, vind ik. Nou, mijn spijkerbroeken, die heb ik in elkaar gelijmd.
Ik heb gezien hoeveel t-shirts ik heb. Nou, voorlopig hoef ik geen nieuwe t-shirts voor mijn verjaardag of zo. Echt niet nodig. Een sweatshirt, die heb ik ook genoeg. Sokken, super genoeg. Onderbroeken, maar genoeg. Ja. Dus kleding zit allemaal wel snor. En spulletjes, dus, wat heb ik nou nodig? Ik heb een laptop nodig. Het zou vervelend zijn als die nu kapot gaat. Het zou dan eventjes niet uitkomen. Maar... Maar ik ga er een spaarpotje voor maken. Als mijn laptop kapot gaat, dat ik een nieuwe kan kopen. Het geld zet ik wel ergens opzij. En als ik zo dadelijk een baantje heb van zeg maar 1000 euro in de maand. Nou, dat moet kunnen hoor. Lijkt mij. Dan kom ik wel uit met mijn poen. Voorlopig. En mijn dochter komt binnenkort weer eten. Ik kreeg een mailtje vanavond. Want de afgelopen keer dat ze hier was, zij zag dat heel zorgelijk aan, hè, dat middelengebruik van mij. Dat zuipen en dat wietblowen. Dat heeft het contact niet bevorderd. Nou, nu kon ze dus zien, ze is bij mij geweest. Ja, de woning is lekker opgeruimd. Ja. Het ruikt niet naar rook, maar het ruikt naar schoonmaakmiddel. Ja, hou niet heel erg, maar... Toen ze binnenkwam, rook het naar gebakken uien. Ja, dat had ik precies zo gepland. Dat is de truc, hè, als je gasten krijgt. Dan ga je alvast even wat uien bakken. Het moest toch voor het recept, want ik maakte tortilla. Oh, wat ruikt het hier lekker. Ja. Ja, het ruikt niet meer naar wiet. En tabak. Misschien als je een hele goede neus hebt, dat je het nog een beetje ruikt, omdat het in de gordijnen zit. Maar ja, dat wordt ook iedere dag een beetje minder. Ja, super lekker hoor. Heerlijk opgeruimd. Kan het iedereen aanbevelen die... Ja, die op dezelfde manier in de knoop zit als ik. Om daar, als het genoeg geweest is, mee te kappen. Is helemaal niet vervelend. Is lekker. Lekker terug naar jezelf. Want wat is er nou aan de hand? Er is helemaal niks aan de hand. Ja, ik was heel gefrustreerd en heel boos. Dat wel. Maar nou niet meer. Het is zoals het is. Ja, en heel veel drinken, dat maakt het niet beter. Heel veel thee drinken ook niet. Maar thee drinken is een stuk goedkoper en je houdt meer energie over. Alcohol drinken kost je energie. Daar word je moe van. God voor mij ook hoor. Dan werd ik 's morgens wakker en had ik geen hoofdpijn. Ik was niet misselijk. Maar moe. Je bent moe. En om 12 uur 's middags klok, 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 klok. Dan waren we lekker bezig. En ja, dan vergaat je ook de lust om... schoon te maken of iemand te gaan bellen die hoognodig gebeld moet worden. Dat je denkt, ach, ze kunnen allemaal de kleren krijgen. Dat was voor mij nodig hoor, om die woede en die frustratie zo te hebben. Dat ben ik van mening, hè? Dat het nodig was. Nou, dat mag ik toch vinden. Dat is mijn leven. Maar nou niet meer. Ik heb het nu niet meer nodig. Dus dan doe ik het niet meer.
Ik had vandaag vanmiddag zelfs bijna, nee, vanmorgen, bijna aardbeien gekocht, zeg. Bijna gedaan. Misschien dat ik het morgen wel ga doen. Lekker aardbeitjes. Zijn er ook, het is nu aspergetijd, dat is ook wel lekker, hoor. Lekker op de markt, ja. Lekker die groente kopen. Ja, kortom, hier vanuit Arnhem gaat alles helemaal naar wens. Ik zie uit naar mijn werkgever en mijn collega's. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn. Ik was vandaag dus bij de HEMA. Daar stond er zo'n man en die stond van die spullen bij te vullen. Ja, die was er ook. Ja, die was ouder dan ik. Ik denk, ja, dat kan ik dus ook. Toch? Ja. Bij de ratelband friet inscheppen. Ja, daar staat er expliciet bij dat je moet jong zijn. Ja, dat ben ik niet. Dus, dat kan ik lekker shaken. Ja, dat dan niet. Maar bij de HEMA, ik vind het toch uitstekend. Dan ga je er lekker de spullen bij vakken. De spullen bijvullen in de vakken. Ja. Geen schande. Dat werk moet ook gebeuren, hoor. Maar liever iets sociaals. Kijken of ze wat voor me hebben. Zal denk ik wel lukken. Misschien word ik wel heel rijk dat ik wel 1200 euro in de maand verdien. Zo, man. Dan heb ik echt genoeg, hoor. Dan kan ik sparen. Dan moet ik toch wel een 100 euro in de maand kunnen sparen. Lijkt mij. Ja, dat moet kunnen. Mooi zo. Nou, mijn dochter moet ik dan, die moet een beetje steun hebben. Die heeft zo'n studiebeurstoestand. Er moet ook iets van 100 euro in de maand naartoe. Kunnen we ook wel doen. Hé, hey, dan komt het allemaal langzamerhand in een wat rustiger, bedeester vaarwater. En dan kan ik mij druk gaan maken over wat ik dan, noem het maar intellectueel, nog ga doen. Want ik ben nog niet klaar met mijn boodschap. Ik moet er iets gaan doen met computers en zo. Er moet nog een staartje aankomen. Want qua logica en taalfilosofie en metafysica heb ik ook wel wat te vertellen, hoor. En voor de rest denk ik, ja, op dit moment wel. Ik vond het jammer dat ik vandaag 2 keer verloren heb met schaken. Potverdorie, zeg. Ik had niet echt mijn dag. Ik had domme fouten gemaakt. Oei, 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 oei. Tja, dat moet je niet doen, hè, bij schaken. Heb ik verloren van die jongen. Dat is wel leuk. Ik ken hem nou dus een beetje. Moania heet die. Die komt uit Kenia. Die is 20. Die speelt heel erg goed. Hij is beter dan ik, hoor. Denk ik. De eerste 2 partijen heb ik van hem gewonnen. Maar nu heeft hij er 3 gewonnen op een rij. Dus de eerste 2 waren van mij. En nu 3 van hem. Zo. Ja, de volgende moet ik hem van het bord af timmeren. Anders wordt de schande te groot, hè. Dan moet ik denken, als ik dan morgen nou die aardbeien ga kopen, dan ga ik goed veel aardbeien eten. Een andere fruit.
Oh ja, en ik ben aangekomen. Ik weeg nog 65 kilo. Ilk. En toch een beetje mijn gewicht in de gaten blijven houden, hoor. En namens deze ongelooflijk tevreden meneer zeg ik heel officieel op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.